Hallo, welkom in deze video waarin dat we gaan kijken wat hetgeen is dat we moeten weten over de mannelijke energie. En we krijgen namelijk al de Hierophant. Hierophant, maar omgekeerd. En dus dat ben je non-confirming. En ik voel en hoor dat het te maken heeft met het feit dat de mannelijke energie meer en meer ook uitgedacht wordt om het leven, zijn leven, aan te pakken vanuit een andere manier, dus vanuit een andere visie, die helemaal ingaat tegen wat dat ze kennen, of tegen wat dat heel veel in een omgeving, of de maatschappij, of een bepaalde community doet. En net zoals bij de vrouwelijke energie, zorgt dat ervoor dat de mannelijke energie eigenlijk geen weg vooruit ziet, omdat er is geen strategie. Het is iets onbekend. Het is iets dat ze nog nooit gedaan hebben. Dus weten ze niet goed wat dat er is. Dus er is een probleem. Ze kunnen niet zo goed die verbinding maken met hun vuur op dat moment. En ze kunnen dan zeker niet terugvallen op dingen in het verleden. Want ja, het lukt niet. En we krijgen ook gebrek aan zelfvertrouwen met de Page of Wands. Wat dat ook verbonden is nog met de Noordnode. Dus de lessen die we te leren hebben. De verbinding ook naar de vrouwelijke energie, ook het vuurteken, vandaar ook de wanten. Maar ook boogschutter. Dus tussen nu en 21-22 december, dus met de winter solstice, gaat dat nog duidelijker worden. Maar we krijgen ook de lovers, maar omgekeerd. Maar dat betekent dus op een mismatch in die energie. Met gevolgd door de toren. De magier die bij de vrouwelijke energie omgekeerd lag, maar hier ligt hij gewoon. Met de Knight of Cups die hier ook gewoon ligt. Net zoals de... Oh my god. Er zijn driezelfde kaarten als bij de vrouwelijke energie. De magier, de Knight of Cups en de Nine of Wands. Maar bij de vrouwelijke energie lagen die allemaal ondersteboven. En bij de mannelijke energie liggen die gewoon. Waar dat natuurlijk een hele andere betekenis brengt, maar waar dat ik heel mooi te zien is hoe dat die spiegeling er weer aanwezig is. En ik zie net 2-2-2. En nog één kaart, dan heb ik er 9 op de tafel liggen, 10 eigenlijk. En ja, dus wat zien we? Dus ik had al gezegd, de Lovers, Toren, de Magier, de Knight of Cups, de Nine of Wands, de Four of Swords en nu ook de King of Swords. En behalve de eerste 4 kaarten ligt er geen enkele kaart meer ondersteboven. Omdat ook heel duidelijk is dat de mannelijke energie geduwd wordt. Om net zoals de vrouwelijke energie veel meer vanuit energie te gaan werken. Veel meer vanuit een hoger bewustzijn te gaan creëren. Dat ze moeten hun hart echt gaan volgen. En dat eigenlijk hetgeen waar ze nu tegenaan lopen vooral ook een test is in hun geloof en in hun vertrouwen. Omdat ze net gevraagd worden om eigenlijk geen actie te gaan nemen. Omdat de vrouwelijke energie actie mag nemen vanuit de energie, wordt de mannelijke energie gevraagd om die gedachten los te laten. Om los te komen van de systemen dat ze altijd gedaan hebben. Dus altijd van het logische dingen aanpakken en oplossen. Want dat is hetgeen dat ervoor zorgt dat de mannelijke en de vrouwelijke energie geen connectie, een soort van disconnectie hebben. Omdat ze op een verkeerde frequentie zitten. Ze zitten altijd op een ander verdiep als het ware. Omdat de mannelijke energie het nog altijd probeert vanuit de oude stukken te doen, maar die werken dus niet meer. Wat dat torenmoment eigenlijk creëert in de mannelijke energie, waardoor dat ze niet anders kunnen dan op een andere manier te gaan creëren, hun leven te gaan vormgeven, door te gaan vertrouwen op hun hart. En ze weten dat het kan, want ze hebben het gezien bij de vrouwelijke energie dat dat kan. En dat is nodig om er dan uiteindelijk voor te zorgen dat de verbinding tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie ook weer tot stand komt. En daarom krijg ik ook de Queen of Wands. Als bevestiging van wat ik zeg. De Queen of Wands met een stylish trendsetter. Dus het is de vrouwelijke energie die het voorgedaan heeft. Dus die Divine Feminine die het voorgetoond heeft. Die het nog steeds voortoont. Die nu natuurlijk naar een next level gaat. Wat dat vraagt voor van de mannelijke energie. Om dat stuk ook in te halen, om die lessen ook te leren, om hun frequentie te verhogen, zodanig dat ze wel weer die verbinding ervaren. Dus ook als je op dit moment in de connectie met jouw mannelijke energie
Als je een vrouwelijke energie bent, of je bent een mannelijke energie, luister of je vrouwelijke energie, dan is dat hetgeen dat je te doen hebt als mannelijke energie. Dus je werken aan jezelf vanuit de verbinding met je eigen vrouwelijke energie, dus van je eigen hart, met je eigen ziel, een stuk achterover gaan zitten en geen actie ondernemen, maar het vertrouwen dat het universum dingen voor jou in orde zal brengen. En dus minder kracht en macht te geven aan materie en aan de gedachten. Wel weten dat je gedachten nodig hebt om te gaan manifesteren. Maar dat het voornamelijk belangrijk is dat je een helder gedachte hebt. Dus dat je helder bent over wat dat hetgeen is dat je wilt aantrekken en wilt manifesteren. En de verbinding die je kent vanuit vorige connecties, of dus verbinding van, eigenlijk de verbinding met jezelf, en ik zie 555, de verbinding met jezelf, met je eigen vrouwelijke energie, die stralende energie die ook weerspiegeld wordt in de zonkaart, dat is hetgeen waar je nu moet op focussen en naartoe moet lopen, want er staat ook het tekentje Noordnode erbij. En dan krijgen we ook Comfort and Connection met de Six of Cups. Dat is ook weer het schorpioentaart. Taart. De schorpioenkaart. Waarschijnlijk heb ik zin in taart. En dan krijgen we ook de Six of Wands met Congratulations. Met ook de verwijzing van Jupiter en Noordnode. Waarin dat uiteindelijk succes ligt in de kaart. Het succes is voorbestemd. Maar het vraagt natuurlijk om een aantal stukken te healen, een aantal schaduwen aan te kijken en te focussen op de liefde die er is. Want dan krijgen we ook de Two of Cups met A Loving a Change. En Seven of Swords, Straighten the Record. Wat ook weer betekent van, het is aan jouw mannelijke energie om op een positieve manier te gaan denken. Om niet vanuit jouw schaduwen en angsten en je wondes, allerlei scenario's te gaan bedenken en die te gaan projecteren op je vrouwelijke energie, maar vanuit liefde in je hart te blijven zakken en dus echt vanuit die liefde een fundatie, een goede gronding te leggen voor de connectie met jouw vrouwelijke energie. Eerst de vrouwelijke energie in jezelf en later de vrouwelijke energie in jouw connectie. Dus ben jij de vrouwelijke energie die luistert, dan ook zijn er hier ook weer belangrijke lessen uit te leren. Want wat krijgen we? Dat is de grootste reden waarom dat dus die disconnectie er is. Dat is omdat er eigenlijk een gebrek aan groei is en dat er meer balans mag komen tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie, tussen geven en nemen, tussen de afstemming tussen hart en ziel, zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Dat is hetgeen dat we nog mogen weten of meedevelen. Meegeven, meedelen, ja. Swept off your feet. Dat is een zwart paard met een vrouw op in een rode mantel. Self-entrapment met Eight of Swords. En nog één kaart. En attention red flags. Ja. Dus het is belangrijk voor de mannelijke energie wanneer dat je denkt aan een vrouwelijke energie. Of wanneer je je vrouwelijke energie eigenlijk die wilt tonen, die liefdevolle uitwisseling van jouw energie, van jouw liefde wil gaan tonen, dat je het niet doet vanuit die gedachten. Niet vanuit die oude gedachten, niet vanuit die oude overtuigingen. Want dan ga je geleid worden vanuit je onbewust, onderbewustzijn. En dus vanuit die angsten. Dus het is belangrijk om echt de meester te worden over jouw gedachten, om daar heel bewust in te zijn. En dat is natuurlijk ook een proces, maar dat helpt ook wanneer je daar met, als het gaat over vrouwelijke energie en een andere persoon, om daar ook met die andere persoon over te spreken. Om uit te drukken wat datgene is dat je moeilijk vindt. Om uit te drukken wat dat is waar je bang voor bent. Of dat uit te drukken is waar je onzeker over bent. Ja, en dan krijg je ook judgment, maar niet Nicole. Dus vraag hulp aan jouw team, aan jouw gidsen. Dus noods aan een coach of healer om jou daarin te ondersteunen. En laat de... want de mannelijke energie krijgt nu de 10 of coins. Dus de 10 momenten waar je mee gestart zijn in de vrouwelijke energie. Maar omgekeerd. Dus de liefde voor geld
mag niet primeren op al de rest. Dus op alle welzijn, op alle welvaart, op de liefde. En ondanks het feit dat je als mannelijke energie een natuurlijke geboren leider bent, dan mag je jezelf niet in de kou laten staan wanneer dat gaat over relaties en liefde. En ook al is het moeilijk om te begrijpen hoe dat dergelijke diepe zielsconnecties werken, het werkt niet volgens de regels, het werkt niet volgens de systemen die je altijd hebt geprobeerd neer te zetten. En dat hebben we al met de eerste kaart heel duidelijk gezien en gekregen. Dus niks in jouw leven ga je nog op die manier kunnen neerzetten. En dat maakt natuurlijk dat je ook een stukje tekort hebt aan het bedenken en het brainstormen van ideeën. Maar dat is dus niet de manier om het aan te pakken. Wat is het advies voor de mannelijke energie? En wat krijgen we? Justice met guilt en blame. Dus laat een stukje vragen rond schuld en wrok en al die lachterende emoties, laat dat los. Ook al lijkt het een heel risicovolle onderneming. Het is oké en het is belangrijk om te weten dat je ook beschermd bent in dit proces. Dat je beschermd bent wanneer je jezelf volledig openstaat voor de vrouwelijke energie. Eerst in jezelf en dan in een connectie. Het is oké om een leider te zijn en het op een andere manier te doen. Om het dus vanuit die verbinding en de samenwerking met de vrouwelijke energie te gaan doen. En dus niet meer puur enkel alleen maar vanuit het bedenken en het mentale. En wanneer je dat mee gaat gaan meesteren, dan ga je die Ace of Cups, dus die nieuwe start in liefde, nieuwe start in overvloed van op elk vlak in je leven krijgen. En tegelijkertijd ook anderen weer daarmee kunnen gaan helpen. En ook daar op dat vlak zal je dan ook een leider zijn. Nog één kaart. Oh my god. De sterkaart met Wish Granted. Dus je wens is al vervuld. Het is alleen aan jou om het nodige te doen om het in het fysieke te brengen. Want dat is hetgeen wat de mannelijke energie heeft als grootste taak te doen. Waar dat de vrouwelijke energie als grootste of een grotere verantwoordelijkheid heeft in het werken in energie. Zoals ik altijd zeg, de vrouwelijke energie die leidt in de 5D, de mannelijke energie die leidt in de 3D. Voilà, ik hoop dat, ik ben er zeker van dat je iets aan deze boodschap hebt gehad. Ik vond het in ieder geval heel interessant om te zien. En ik hoor je in de volgende video. Dag!